Dames en heren, hartelijk welkom bij deze zaterdagmiddagmuziek. Weer een nieuwe fase in het hele coronatraject. Dit keer mag u er zomaar in als u tenminste een coronapasje heeft. Dus dat heeft u natuurlijk al begrepen. Vandaag het tweede concert in een nieuwe serie die maar liefst een aantal jaren gaat duren. Namelijk een serie rond het thema engelen. Engelen spelen op allerlei momenten in het christelijk geloof en ook in de Bijbel een rol. Hè. Vindt ze natuurlijk in de kerstnacht, vindt ze ook bij het graf, bij de opstanding van Jezus. Die vindt ze ook in allerlei andere tradities, zoals bijvoorbeeld bij de begrafenis, waarin wordt gezongen dat de engelen de overledenen naar het paradijs voeren. En zo zijn er nog een heleboel andere voorbeelden te noemen. En er is een schat aan repertoire dat kan klinken naar aanleiding van dit thema. En dan moet ik er wel bij zeggen dat een groot gedeelte daarvan vocaal is. Dus het is vooral onze kantoor met zijn vocale groepen die hun hart kunnen ophalen. En ik heb toch ook geprobeerd om een paar aardige programma's, denk ik zelf, te maken. En vandaag is het een soort collage met allerlei verschillende stukken die ergens iets, of misschien zelfs alleen maar heel ver weg iets, met het thema engelen te maken hebben. Dat geldt bijvoorbeeld al voor het eerste stuk van Johann Sebastian Bach. Dat heeft er eigenlijk niets mee te maken. Maar u kunt met een beetje goede wil de engelen toch wel horen dansen in de prachtige fuga. Het tweede stuk is van Margriet Elen, een Nederlandse componiste uit Limburg. Zij heeft een orgelwerk gecomponeerd over de tekst Paulo Minus ab Angelis. Dat is een regel uit Psalm 8. Daarin gaat het over de conditie van de mens. En in de bekende vertaling staat er dan dat God de mens bijna goddelijk heeft gemaakt. En in deze versie staat er Paulo Minus ab Angelis, dat hij de mens nauwelijks minder dan de engelen heeft gemaakt. Vandaar die engelen. Daar zit ook een stukje maatschappijkritiek aan vast, zo begreep ik van de componisten. Want mensen zijn dan misschien wel bijna engelen, maar ze gedragen zich vaak helemaal niet zo. Soms zelfs zeer beestachtig. Ze vertelde ook dat de organiste Lien van der Vliet dit werk heel graag speelde. En zij ziet er in haar witte kostuum ook een beetje uit als een engel. U moet op zondagochtend maar eens langskomen, dan kunt u haar hier bewonderen. Dan Marcel Dupré, Angelus, dat is ook weer zo'n begrip. Een paar keer per dag, drie keer per dag klinkt het klokje van het Angelus en dan worden mensen geacht tot Maria te bidden. Marcel Dupré schreef daar een compositie bij, behoort tot zijn late oeuvre. Dupré, die wij dit jaar ook nog steeds herdenken, 50 jaar geleden overleden. Het is een heel, zoals je kunt verwachten, sereen muziekstukje geworden. Dan César Franck, die wordt ook wel de Père Angélique genoemd. De engelachtige vader of de engelachtige meester, Maître Angélique. En dat was voor mij de reden om iets van hem te programmeren, het tweede koraal. En hij werd zo genoemd omdat hij een engelachtig karakter had natuurlijk, maar ook omdat zijn muziek af en toe heel engelachtig, hemels klinkt. En u hoort dat zeker ook aan het slot van dit tweede koraal, dat eigenlijk niet meer van deze wereld is. Théodore Dubois, min of meer een tijdgenoot van Franck, schreef een In Paradisum de Ducant Angeli, hè, de engelen begeleiden de overledenen naar het hemelse paradijs. Het is toch wel een heel ander soort muziek weer dan die van César Franck. Je kunt dit typisch situeren in de salonachtige muziek van de Belle Époque. Een tikkeltje kitscherig, een tikkeltje over het randje, een tikkeltje sentimenteel ook, maar toch heel aardig als tijdsbeeld. En dan tenslotte van de Duitse componist Hans-Friedrich Michaelse het orgelconcert over Es Zungen drei Engel. Dat is eigenlijk een paaslied waar hij een indrukwekkend stuk in drie delen over heeft gecomponeerd. Het is de bedoeling dat u ook nog geld geeft. Er is een collecte. Aan de uitgang zijn er schalen waarin u uw geld kunt deponeren. Er is ook een pinzuil bij de ingang.
U kunt ook, dat geldt dan met name voor de mensen die thuis online dit concert beluisteren, kunt geld overmaken. U ziet daarvoor ook het rekeningnummer in beeld. En verder wil ik u ook nog aan herinneren dat u natuurlijk donateur kunt worden, zodat wij met deze mooie serie ook in de mogelijk turbulente toekomst weer vooruit kunnen. Dat is het dan. Volgende week is er een concert met de Domkantorij in het kader van het 400-jarige herdenking van Jan Pieterszoon Swelinck. Ik wens u veel genoegen.